Hey kijkers van Sick Legends, welkom terug op Community Craft. Het is alweer de vijfde of zesde aflevering. Ik weet niet, ik ben niet goed in dingen onthouden. En ik ben weer met Ilko. Yay, goeiedag. En ik zat te denken om vandaag even aan die disco te werken die ik wou maken. Even meer uithollen en een soort van skelet maken van hoe het er ongeveer uit gaat zien, waar het podium komt, et cetera. Daar is Ilko al. Hey, hallo. Hoi. Welkom in mijn stulpje. Dank je, dank je. Kijk, zie je dit? Als je hier doorheen loopt, zie je zo'n rond ding, zeg maar, toch? Ja, yeah. Ik wil dat helemaal naar beneden proberen te fixen. Ik weet niet of het gaat lukken, ik wil het gewoon proberen. Maar zeg maar dat deze ster gewoon op deze plek komt, bijvoorbeeld. Uh-huh. En dan heb je zo'n effect dat het allemaal gewoon rond naar beneden gaat. Lijkt me wel ziek. En dat je dan daar beneden komt en dan opeens boom, die hele disco. Dus zeg maar, dit moet zo weg en dan gewoon ook naar beneden toe. Ja, het is gewoon in een trap. Oké, ga ik aan deze kant graven, jij aan de andere kant? Of, Ja. Het lijkt me handig als we dat als eerste doen. Dat is goed. Gazalig. Gazalig. Ben je trouwens een beetje happy met je paard? Sowieso ben ik happy met mijn paard. Zullen we daar aan het einde van de aflevering even een tocht gaan maken met onze paarden? Ja, misschien moeten we daar gewoon zo'n trailer van maken of zo. Weet je wel? Ilko okay. En Mitch. Ilko en Mitch, de paard. Lucky Luke. Walter en... hoe heet jouw paard ook weer? Bobo Bernhard. Geniaal naam, toch? Ik vind hem wel grappig. Ik vind hem ook wel geniaal. Bobo Bernhard, het klinkt heel sophisticated. Wat? Sophisticated. Heel chic. Oh, ja. dat klonk ook heel chic. Kijk jongens, jullie leren hier nog iets. Ja, precies. We maken gentlemen van onze kijkers. Beleefde dames en heren. Pinkie omhoog, hè? Hè? Pinkie omhoog. Juist, pinkje omhoog. Zelfs als je aan Minecraft bent. Ja. Iedereen, heb je hand op je muis? Goed zo. Pink omhoog. Pink omhoog. Pink omhoog als je aan het mijnen bent. Vergeet je hoge hoed niet, je blazer niet. Juist. Precies. Hey. Zo mag het zien. En hoe weten we dat jullie dat doen? Wij hebben camera's en eigen computer zitten. In ieder huis hebben wij camera's staan. Dus je kunt het maar beter gewoon doen. Want wij zien het toch wel. Aha. Anders komen we even langs. Juist. We komen langs en we gaan gewoon we zorgen dat jullie dat doen. Volgens mij vinden de meeste mensen het wel leuk als wij langskomen. Zullen we een keertje langs gaan komen? Zouden jullie het leuk vinden als wij langskomen? Gewoon met z'n tweeën. Gewoon dat we gezellig hoi komen zeggen. En dan weer gelijk weer weggaan. Hoi, doei. Hoi, doei. Hey, doei. Hey, doei. Hey, was ik net ook al. Hey, doei. Geniaal. Nou, dat is wel een best als comeback eigenlijk. Nee, maar dat is gewoon eigenlijk de gathering. Gewoon, als je daarheen gaat, dan kan je ons ontmoeten. Dat sowieso. Maar jouw kijkers gaan denk ik toch ook wel naar de gathering? Nou, ik ga niet. Hè? Nee, joh. Ik ga niet. Onzin. Jij gaat gewoon komen. Nee. Waarom niet? Ik kan niet. Dude, hoezo kan je niet? Ik kan gewoon niet. Oh, dude. Ja. Je mist wat. Ja, ik weet dat ik mist al 3 jaar. Oh. Laat ze even trouwens in de comments achter wie van jullie wel komt. Ik wil elk jaar gaan en dan is het van... Meh. Kan niet. Maar waarom kan je niet? Omdat er altijd al wat tussenkomt in familie en shit. Oh, dude, dat is echt jammer. Ja, weet ik. Ik ben trouwens gewoon hier verder aan het hakken, hè. Dus... Ja, en ik ga eventjes stairs en zo... Ja, pak jij de spullen, dan ga ik inderdaad hier verder de zijkant wel open hakken. Even kijken. En ik ben ergens afgekomen waar ik niet zo blij mee ben. Qua partner en zo. En dat is? Ik zit nog een jaar vast aan RPM. Dat is jammer. Nou ja, ik bedoel, wat een jaar. Zo erg zijn ze niet, maar daar niet van. Ik zeg, wat een jaar nou, joh. Ja. Goed. Het gaat snel voorbij. Dit jaar was ook snel voorbij gegaan. Ja, daarom. Heb je een mooie rustige tijd om wat door te groeien. Tegen die tijd kan je gewoon naar een ander netwerk gaan. Super chill. Komt allemaal wel goed. Juist. Geen overhaaste beslissingen maken. Oh.
Even kijken. Nee, daarvoor heb ik jullie ook op Skype. Dan kan ik met jullie praten erover. Ja, kan geen kwaad. Komt allemaal goed, Jochie. Precies. Weet je, alle die, hoe heet die reclame, die... Komt wel goed, schatje. Maar het is die, met zijn Danoontje. Danoontje. Is dat Danoontje? Nee, is Roos Vizé, sorry. Roos Vizé, inderdaad, ja. Ik wou zeggen, hè? Dat is toch geen Danoontje? Nee, ik loop te liegen tegen je. Darn! Laia! Laia! Volgens mij zijn we al kwartier bezig met die trap. Ja, om volgens mij ook. Te hakken. En ik zie dat ik er hier één te veel weg heb gehakt, volgens mij. Zo. Oh. Jij is bezig, dan ga ik heel geconcentreerd verder werken hier. Doe dat. Nou, jongens. ik ga nog eventjes één keer slijmen bij jullie. Want ik zag dat ik echt binnen één dag de 100 freaking likes had gehad met die aflevering. Alweer? Nee, oh. Niet alweer, maar met die aflevering. Oh wow, ik denk al. Holy shit. En ik vond het zo ziek. Dus ik ga even wat bedenken binnenkort wat ik zou gaan doen. Misschien een giveaway of zo. Mm-hmm. En dan kunnen jullie winnen. Dus blijf op de hoogte. Ik ga ondertussen aan de andere kant hier op trap binnen. Wat doe je? Goed, klopt die niet? Dang it! Klopt die niet? Nee! Hoezo? Ik haal het die trap weg, ga jij die trap neerzetten? Oh, ik dacht dat hier een trap moest. Nee, hier moet een trap en hier moet een trap. Oh zo! Ja. En dan, ga ik hier in het midden ga ik slap zetten. Oh! En dan kan dat je is makkelijker naar boven. Oh nee, dat kan niet, dang it! Als jij slaps neer wilt zetten, moeten we de trap iets minder schuin maken. Ja, dat komt wel goed, dan We zinnen het wel. Ja joh, het gaat om het idee. Weet nog niet helemaal hoe, maar dat gaat wel goed komen. Meh. Zo. Heb jij nog meer van de hout hierboven liggen? Want dan ga ik nog even... Oh, dat ziet er ziek uit. Moet je hier binnen... Ja, ik heb hier nog heel veel sters. Ik ga wel naar boven. Hier. Eens even kijken. Ja, ik kijk Moet je eerst naar beneden gaan. Helemaal naar beneden. En moet je naar boven gaan kijken. Naar die vorm. Ja, ik zat het net van bovenaf te kijken inderdaad. Het ziet er echt ziek uit. Ik ben er gewoon even door je kist heen aan het gaan. En dat wil ik dus gewoon echt... Ja, als vorm. Dat is echt ziek. Ja, ik vind het wel ook goed, is het hè? Nee, spruce. Spruce? Spruce. Oh, spruce wordt stil. Mijn hele huis is wel spruce. Nice. Ik dacht, het is een keertje wat anders. Want ik vind sneeuwbiomes niet leuk. Maar ik vind het wel oké om ermee te bouwen, zeg maar. Het ziet er wel vet uit, inderdaad. Even kijken. Best wel awesome, dit. Yes. Hoe ziet het nou eigenlijk uit als we nou gewoon wel dit doen? Die trappen. Oh, jawel! Kijk! Als je hier gewoon zo die stairs neerzet... Oh ja, dat is best wel ziek eigenlijk, ja. Dan krijg je precies die ronding. Dude, dit is echt vet. Oh, jawel. Laat maar, ik heb niks gezegd, Elko. Ja, nee, ik denk ik probeer het gewoon, sorry. Nee, is goed. Jouw huis, jouw regels. Ik vergeef je. Jouw huis, jouw regels. Mijn vader die zei dat altijd. Echt, mijn moeder zegt dat ook altijd. Als je eigen huis hebt, mag je eigen regels stellen. Daarom woon ik niet op mezelf. Ja, ik niet. Mijn huis, mijn regels. Wil ik tot 4 uur 's nachts wakker blijven, dan blijf ik tot 4 uur 's nachts wakker. Ja, wil ik dat, dan doe ik dat ook, maar mijn moeder is er niet zo blij mee. Oh. Ja, maar dat komt meer omdat je gewoon al 19 bent. Ja. Dan bepaal je op een gegeven moment ook steeds meer voor jezelf. Yes. Ik denk dat we hier part 1 van... gaan afsluiten, zeg maar. Mm-hmm. En de part 2 is dat we, zeg maar, aan de disco met de hoogte en uit gaan hakken en shit. Gaan werken. Dat we een beetje een mooi ding hebben. Klinkt dan een plan. Heb jij toortjes? Ik heb toortjes. Ik wil met glowstone gaan werken, maar voor nu kunnen we even toortjes gebruiken. Zo. Even random toortjes plaatsen. Oh, ik word afgeleid door een andere toortje. Zo, even kijken. Oh, dat ziet er echt ziek uit. Nou jongens, bedankt voor het kijken. Wil je part 2 zien, dan Kijk, doe even keer. Een like.
Bij de 50 likes op dezelfde dag dat die geüpload is, doe ik dezelfde avond nog het tweede deel. Dus wil je het tweede deel nou zien, wil je weten hoe het afloopt? Nou, geef even een like, zou ik zeggen. Abonneer ook even op Ilko Gaming. Hey. Zijn kanaal. Volg me op Twitter, @mitterboy19. En abonneer natuurlijk op mij als je nog niet geabonneerd bent. Jongens, later.